Ja, de boeren waren natuurlijk verbijsterd. Ja, over dat filmpje van Knulletje Klaver. Ja, heb je dat gezien? Ja, oh, die was zo blij. Ja, met het rapport van die Remkes, oh geweldig. En er moest een strikje omheen. En dan moesten ze er maar snel er doorheen douwen. Hè, voordat ze in de gaten kregen precies wat er stond. Hè. Want eigenlijk, wat er stond, daar zouden ze nog steeds boos over zijn. Omdat het precies hetzelfde was. Nou ja, goed. Dat zei Klaver. En die boeren, die dachten met zichzelf, pardon. Wat krijgen we hier nou? Wat een onderschatting van de boeren. Ja, word je dan weggezet als domoor? Weet je wel. Nou. Dus die waren helemaal van slag, die boeren. Maar nou ja, niet helemaal, want ze kennen dit natuurlijk wel. Dit is zeg maar een Randstad-dédain van GroenLinks en van Knulletje Klaver. Maar toen kwam, ja, toen kwam die. Toen raakten ze nog meer verbijsterd door hun eigen voorman, vrouw, schuimstreep vrouw, door de Caroline. Want de Caroline, die heeft zich dus laten versieren alsof ze in de eerste, de beste, goedkope discotheek stond. Ja, zo. Omdat die Remkes, die ging dus, ja, allemaal leuke dingen zeggen over die boeren. Ja, die op het schild en een wierook er nog naartoe. En nog een schouderklopje voor de boeren. En oh, het kon niet op. En hij begreep het allemaal wel. Alle ellende van de boeren. Nou, toen ook nog even om het een beetje serieus te laten lijken. Nog even wat sneren naar het kabinet natuurlijk. Want ja, denk erom. Dat jullie wel zien dat ik serieus ben. Nou, en dan ging onze de Caroline, die ging daar helemaal voor. En die was in één keer heel enthousiast over het rapport. En die Remkes, die had het zo gedaan. En die boeren, die zaten daar verbijsterd naar te kijken. Die dacht in één keer, ja, maar jij moet onze belangen behartigen. Jij moet het gaan doen. Ja. Wat gebeurt er met onze partijen, noem maar op. Nou ja, die stortte in één keer in elkaar daar. Met de Caroline. Want de Caroline, ja, die had het waarschijnlijk niet helemaal goed gelezen, denk ik. Want ja, alles blijft een beetje bij hetzelfde. Sterker nog, het wordt nog een beetje harder aangetrokken. En de termijnen allemaal zo. En die boeren moeten maar eens heel snel met innovatieve dingen komen. Oh ja, oh, lukt dat even zo snel dan? En komen ze dan niet in de verdrukking al om te worden weggekocht? En oh god. Ja. En die boeren, ja, die luisteren naar de Caroline. Maar die boeren, die hebben natuurlijk zelf ook dat rapport gelezen. Ja, en daarom waren ze zo verbijsterd. Vrienden, boeren, neem je niet in de maling.